Goed dat jullie hier met deze prachtige paarse sjaals hier aanwezig zijn met die mooie paarse ballonnen, maar met een hele serieuze boodschap. Hele serieuze boodschap, want je zal maar je schoolreisje niet kunnen betalen en niet mee kunnen. En kinderen leven niet in armoede omdat ze dat toevallig in hun DNA hebben meegekregen. Nee, de kinderen leven in armoede omdat hun ouders worden onderbetaald. Ik ben zelf lang geleden ook een alleenstaande moeder geweest. En ik ben geschrokken dat we in een halve eeuw nog niet verder zijn dan nu. Dat er zoveel vrouwen zijn die in armoede leven en zoveel kinderen. En dat daar zo weinig aan gedaan wordt. Ik vind het oneerlijk en onjuist dat sommige kinderen helemaal niks hebben. Iedereen verdient een goede kans om verder te gaan in het leven. En het is belangrijk voor een kind en voor het goede doel dat je goed doet. Ik vraag aan de overheid of zij zich ook willen inzetten voor goed onderzoek, zodat we uithuisplaatsingen kunnen voorkomen en in elk geval verminderen. Want kinderen die niet mogen genieten van de liefde van hun ouders, dat is pas armoede in een rijk land als waar wij leven. Tegen de kinderen en voor de single supermom.